Welkom! We hebben hier Pokémon Sword en Shield en daar gaan we mee beginnen. We hebben Pokémon Sword. Hier zegt de intro van allemaal wat er gebeurt. Welcome to the wonderful world of Pokémon. Our beloved generation is a wonderful place with thriving nature, beautiful city and many Pokémon with which we share our lives. You, as you know, our authority to able to thrive. Laat je een Pokémon zien. Vet. And those who chose to raise and train Pokémon to battle and compete. Dus hij vraagt alle Pokémon trainers om te battelen, te competen. Zo, de vloem even wat zachter zetten zodat je me kunt horen. Zo, die gaat trillen. Dit ding gaat trillen. Pokémon Sword. En daar ben ik mee bezig. Ik zat als Shield Sword. Nou, ik denk dat ik Sword nam. En het is wel een hele goeie om Sword te gebruiken. Hier zijn we in mijn huis. En dat ben ik. Ik heb mezelf Eli genoemd, dat is niet mijn naam. Want ik wil niet weten iedereen hoe ik heet. Dit is mijn tas. Echte damestas. En mijn hoed. Nee. Gaan we verder. Oeh, cool, de map. En hier is zijn huis.
En dan kunnen we verder. Dan gaan we naar Leon. Ja. Gaan we terug naar het huis. En dan heeft hij een cadeautje bij ons. Welke? Quokey, Scobunny of Spobble? En ik heb nagekeken wat ze allemaal kunnen en wat ze allemaal kunnen leren. En in principe maakt het in principe niet zoveel uit welke Pokémon je wilt, maar wat ze kunnen leren en allemaal, wat voor moves ze kunnen leren, is wel heel belangrijk. En dan heb ik mijn juiste beslissing denk ik wel genomen. Want ik ga dan voor, door de juiste beslissing te nemen wat ze kunnen leren en wat ze niet kunnen leren. Ik ga voor de watertype. Sobble. Ja, dat ga ik. Ja, voor Sobble. Nee, oh sorry. Nee, dat doe ik niet. Gaan we eerst allemaal eten. We hebben gegeten. Hij zit met twee sticks met worstjes in de handen.
Gaan we eerst een battle doen. De eerste zijn wel verslagen. Wat een gun, heeft hij al. Dan kan ik... Oh, ik druk op pound. Dat is niet zo'n hele goeie. Ik kan watergun doen. Tuurlijk. Boom. Nou, dat heb ik altijd zinloos. En dan weer omhoog, ja. We hebben 7 alweer. Moeten wij naar de lab? Oh. Oh, nou breken ze daar doorheen. Dan kunnen we naar de Pokémon lab. Maar door deze verandering dat we hier zijn geëindigd, zo, daar zijn we weer. Mijn camera viel even uit, waardoor ik niet alles kon doen. We zijn hier. Ik heb hier even de kan ik even 7. En we zijn hier beland. We kunnen ook de townmap kijken. Van waar moeten we eigenlijk heen? Oh, ik moet eigenlijk naar Pokémon Wizard Lab. Dus hier hoef ik in principe... Oh nee, we gaan eerst de Pokémon zoeken. Dus we gaan rechtdoor. Oh, daar komt een Pokémon tegen. En we hebben als eerste... Oeh, is Covet. Sobble. Heb ik al in mijn tas zitten wat? Nee, alleen potions. Is het wel handig, maar ik denk dat ik nog niet ga battelen. Dat ik dat pas straks doe. Want anders wordt het alleen maar groter, mijn... En dan gaan we rechtdoor. Rookie day. Gaan we straks terugkomen om het allemaal Pokémon te vangen.
Het wordt allemaal donker. We gaan nog niet bedden. We gaan gewoon wegrennen. We gaan straks pas bedden. Nou, dan wordt het alleen maar mistig, hè. Yo, Hop, waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Wie ben je? Zo donker daar, zo mistig. Huh, er komt dingen zo aan. Een Pokémon. Maar we kunnen wel water kunnen doen. Huh? Ja, het heeft niet een effect. Deze dan? En dan is het weer mistig. Gaan we winnen. Wat gebeurt er? En we worden weer wakker. Nou, dan moet ik echt naar de Pokémon Research Lab. Hierheen. Oh, muis. Wat moet ik? Oh, ik moet eerst mijn man vertellen dat ik... Ik was helemaal de weg kwijt. Nou, dan gaan we eerst mijn man vertellen dat ik... Hi mom. Money krijg ik. Zo, en nou gaan we erop. Gaan we eerst naar de Pokémon Wishup Lab. Daar moet ik eens heen. De Pokémon Wishup Lab. Maar hier kan ik niet doorheen. We kijken wat er zit. Kijk. Zie je? Allemaal Pokémon. Maar ik kan nog niks vangen. Oeh, kijk. Een vosje. Dat is wel goed. Ik kan wel al die Pokémon's oppakken.
Maar ik heb nog geen pokeballs, dus ik kan nog niks vangen. Dus we gaan eerst naar de Wishit Lab. En dat zit hier. Nu krijg ik een Pokédex. Een Pokédex. Mystery gift. Ik heb nog niks in mijn tas zitten. Oh ja, ik heb nu Pokéballs. Dus ik kan nu Pokéballs kopen. En Venture Kart en een Fishing Rod. Dus ik kan in ieder geval vissen. Wat wij gaan doen is deze 7. En in de volgende aflevering gaan wij Pokémon vangen. Tot dan. Bye bye. Doei.